Dit ding op tafel kan maar één ding betekenen. We gaan een eerste blik werpen op Saints Row 4. Ho! Het is veel leuker toen dan jouw dildo. Het is veel leuker toen je nog wel in je gezicht kwam. Hilarisch. Waarom een paarse dildo, Steven? Dat is een beetje de logica achter heel Saints Row als serie. Zeker de laatste tijd wil je dat niet meer doen. Het is een beetje, waarom? Want als je op die manier naar Saints Row 4 gaat kijken, dan zullen een heleboel mensen zich afvragen, in godsnaam, waarom? Want ze gaan nu wel echt, als je dacht dat ze met deel 3 extreem gingen en een beetje een andere kant opgingen dan GTA, waar het natuurlijk in het begin veel mee werd vergeleken door dat hele absurde over de top stijltje, mm-hmm. met deel 4, is dat in het kwadraat. Laten we beginnen bij het verhaal. Serieus, wil je dat gaan doen? Ja. Nou, de leider van de Saints is nu ook natuurlijk de president van Amerika geworden. Want dat is wat gebeurt, weet je wel. Je begint bij, onderaan bij een gang en dan word je hoofd van een gang. En dan logischerwijs word je president van Amerika. Zo gaan die dingen. Ja, je wordt wel, als je uiteindelijk opperboef bent, dan ben je inderdaad wel de president van Amerika. Dat klopt. Maar er zijn ook natuurlijk aliens. Dus er hangt in deel 4 een enorm mothership boven de stad. En daar ga jij de strijd mee aan. En dat is toch wel zo'n beetje de extent van het verhaal. Nou, je bent ook nog ontvoerd door de aliens. Het. En die speelt in een simulatie van de stad van Saints Row 3. Waar je vervolgens met je superpowers, want die heb je natuurlijk ook. En die moet opboksen tegen de leider van de aliens om vervolgens jezelf te bevrijden. Blij dat je het even nuanceert. Ja, want je hebt het meteen over superpowers. En dat is wel het ding. Ook qua gameplay gaat het een aantal verrassende kanten op. Ja. Het was natuurlijk altijd al redelijk over de top met weirde wapens en noem het allemaal maar op. Ik wil niet dat je zo negatief praat over mijn geliefde franchise. Okay. Nou ja, wat was er negatief dan? Over de top en onrealistisch. Over de top? Laten we wel wezen. Oh, onrealistisch zei ik niet. Ik zei over de top. Oké, ja, ik vind het helemaal niet over negatief? Alles wat je niks negatiefs over die game. Gaat over maar de top. Je vindt het niet over de top? Nee, het is precies waar het moet zitten. Ja, oké, maar dat is over de top. Nee. Het is absurd. Toch? Dat is niet. Ik vind je echt veel te negatief klinken op. Vertel jij eens wat dan? Zeg Saints Row stond natuurlijk altijd bekend om zijn geweldige vrijheid die de speler aanbood. Waarbij GTA redelijk gelimiteerd was tot het normaal lopen en autorijden. Kon je met Saints Row tenminste vliegen met die VTOL door de straten van Saints Row. Dat maakt Saints Row tof. Die Summer of Volition heeft gedaan. Ze hebben het hele concept van totale vrijheid en open world game omarmd. En daar wat tof van gemaakt in plaats van proberen het realistisch te maken. Wat je vervolgens krijgt in Saints Row 4 is dat ze die sterke kant van Saints Row 3, die vrijheid, dat ze die gaan oppoetsen en echt heel erg daarop gaan focussen. Dus in plaats van dat je nu nog een VTOL nodig hebt om te vliegen, kan je zelf vliegen. Je kan super snel rennen, dus je hebt geen auto meer nodig en zo. Ja, heb je toch zeg maar het beste van elementen van een game als Prototype of een Infamous in de beste setting ooit, namelijk Saints Row. Je gaat er nu heel snel aan voorbij, maar je hebt los van de oude gameplay nu opeens nog een hele nieuwe laag aan gameplay erbovenop, waarbij de president van Amerika, normaal dus in een Stars and Stripes outfit, wat anders, verandert in Neo uit The Matrix. En ook qua outfit. En dan dus inderdaad letterlijk de prototype powers heeft. Ook hoe die dan door de lucht vliegt als je enorme sprongen maakt. Van gebouw tot gebouw. Met superspeed kan je dan ook verplaatsen. Ren je dwars door allemaal dingen heen. Je hebt een ice blast die je kan afschieten. Noem het allemaal maar. Ik hoor dat je ook bijvoorbeeld met die ice blast kan je een auto bevriezen. En dan kan je die auto vervolgens als wapen gebruiken. Ja, nou, ze gaan echt volledig over de top. Maar jij bent heel erg enthousiast. En daarbij moeten we wel heel even vertellen dat zeg maar in het personage Nino, wat je voor jezelf hebt gecreëerd met een puck en Justin Bieber wallpapers, dat je ook hebt bedacht dat Saints Row de beste game. Nou, ondermijn je ten eerste mijn mening en dat niet oké is, maar ten tweede is Saints Row 3 ook gewoon mijn lievelingsgame van het jaar. Ik heb dus geen game die ik meer heb gespeeld, open world ik game. Ik weet dat je dat ook echt meent, maar het is wel belangrijk om dat erbij te zeggen, omdat jawel, want je bent overdreven enthousiast over Saints Row. Nee, ik heb echt onwijs veel zin in Saints Row 4. Maar de beste game ooit? Nou, weet je, het enige waar ik me zorgen over maak met Saints Row 4 is dat het eigenlijk zou een uitbreiding zijn, een expansion pack op Saints Row 3. Enter the Dominatrix heette dat. En vervolgens hebben ze dat afgesplitst en daar een volledige game van gemaakt. Dat is Saints Row 4 nu geworden. Dus de angst met Saints Row is dat er misschien niet genoeg content in zit.
Maar de eerste previews en de eerste beloftes vanuit Volition, ze pakken dit niet meer aan als expansion of zo. Dus ze hebben dit volwaardig gedaan. Maar het wordt ook hun laatste project en dat is natuurlijk ook... In dit universum hebben ze gezet. Volition is weg als studio. Ja, maar de Saints Row naam is wel gewoon opgekocht door Deep Silver. Dus ze kunnen er wel verder mee gaan. Het hele verhaal van Volition, dat is ook interessant. Ze zitten in een heel klein dorpje in Amerika. Een beetje afsplitsing, maar in ieder geval zit een klein dorpje in Amerika waar naast een hele grote technische universiteit zit. En wat er in dat dorpje gebeurt, is dat iedereen die afgestudeerd is aan die technische universiteit gaat bijna automatisch bij Volition werken. Ja. Dus de studio kan wel opgedoekt zijn, maar die blijven daar in dat stadje en die groep zal bij elkaar blijven. En ja. Ongetwijfeld weer meer open world games gaan maken. Dus de laatste game met de Saints Row naam misschien van Volition, maar die gasten die blijven gewoon doorgaan. En die gasten zijn gewoon hele goede developers, dus dat ze geen kans meer krijgen. Ik sprak ze laatst ook op een evenement en zij zijn oprecht wel heel erg gepassioneerd. Kijk, aan de ene kant, als je ernaar kijkt, het is natuurlijk echt een samensmelting van allemaal beter goed gejat dan slecht bedacht. Ja, dat zeg ik nu, dat klinkt disrespectvol, zo bedoel ik het niet. Qua gameplay wel, maar qua verhaal zeker niet. Ik bedoel... Nee, maar ik heb het puur over de gameplay. Want alle elementen die komen echt rechtstreeks uit andere succesvolle games. De paarse dildo zat eerder in Saints Row, GTA San Andreas dan dat in Saints Row zat. Is dat zo? Ja, ja dat... Double ended paarse dildo in San Andreas. Thanks for sharing. Nee, ik bij die dingen van, het ziet er allemaal heel erg uit als iets wat ik ken uit andere games. En dat is aan de ene kant heel makkelijk, maar zij zijn wel heel erg enthousiast over hun eigen product. Je ziet, ze zijn er wel echt met veel passie mee bezig. En wat zij zelf ook al zeiden, wij willen gewoon iets maken dat leuk is. En dat het gekke combinaties zijn, dat het over de top is, dat het voor sommige mensen misschien weird is, die juist inderdaad nog een beetje in dat GTA-gevoel blijven hangen en dat ook bij Saints Row zoeken. Dat interesseert hem verder niet zoveel. Ze proberen iets te maken wat gewoon puur fun is en wat zij zelf zouden willen spelen. Ik denk dat die kritiek dat het te veel op GTA of überhaupt op andere games lijkt, dat het terecht was voor Saints Row 1. Misschien ook wel voor Saints Row 2, ondanks dat hij wel wat verder ging met de customization en de verschillende dingen die je kon doen in die wereld. Ik denk dat ze bij 3 wel hebben laten zien dat ze niet de bovenuit zijn gestegen, maar ze zijn gewoon een compleet andere richting dan de meeste open world games ingegaan. En ik vind dat ze daar meer credit voor verdienen dan dat ze kritiek verdienen over het feit dat ze wel of niet open world games, laten we wel eens, GTA 3 was misschien wel de eerste, maar er zijn zoveel open world games geweest, die hele True Crime serie, uiteindelijk Sleeping Dogs, Infamous, al die games, weet je wel. Ik vind niet dat Saints Row extra op aangekeken moet worden, omdat het toevallig ook open world en in een gangster setting. Ik denk dat ze dat... Maar dat is het inderdaad. Het was de setting en de manier waarop. En vanaf dat moment dan blijf je daarin hangen. En dan nu, wat er nieuw is, dan kan je weer zeggen van wat ze nu hebben gedaan, ze hebben prototype erbij gegooid. Nee, want je kan zeggen wat ze hebben gedaan. Dus ze hebben je nog meer vrijheid gegeven om die game makkelijk te spelen en zoveel mogelijk lol eruit te halen. En weet je, het is ook niet. Prototype is ook niet de eerste game waar je kon vliegen of volledige vrijheid had. De Incredible Hulk, Ultimate Destruction, of hoe heette die game? Die open world Hulk game, daar kon je ook tegen gebouwen oprennen. Ja. Maar het is ook de manier waarop je dan nu waar mensen nu over struikelden, was dat de animatie waarmee je dan het personage waarmee het weer naar beneden daalt. Echt één op één prototype. Van een squirrel suit is. Dat heeft prototype ook niet bedacht. Nee, maar snap je waar de kritieken vandaan komen? Ja, ik vind het een beetje makkelijk om zo'n game af te doen op zo'n manier. Ik denk dat uiteindelijk wel het belangrijkste is of hoeveel spelplezier je mee hebt. En hoeveel nieuwe content erin zit. Dat is wat ik ook net al zei. Het was begonnen als een expansion. Zit hier straks maar, 8 uur aan gameplay. En dan zou ik me redelijk bekopen voelen voor een open world game. Maar dat is het enige waar ik me zorgen maak. Nou, ik heb leuke nieuwe dingen gezien. Sowieso waren er toffe nieuwe takedown moves. Waarbij die echt met bepaalde animaties gewoon tijdens combat over vijanden heen rolden. Dat ze na een paar stoten door de knieën gingen en dan over zijn rug heen. En dan van achter nog een finishing move doen. Dus die combat zag er tof uit. Ze hebben natuurlijk wel hele bizarre wapens. Met de dubstep gun echt wel als hoogtepunt. Toen je dat tegen me vertelde van ik heb de dubstep gun gezien. Toen wist ik van ze zijn hier op het goede pad bezig. Dus het is een gun die als je op mensen schiet... gaan ze de dansbewegingen van dubstep video's nadoen, waarbij ze ook terug in de tijd gaan en als een soort van retard op dubstep gaan dansen. Hoe fucking geniaal. Er is geen andere game die dat deed ook heel erg goed. De hele zaal lag meteen dubbel tijdens de scènes met de dubstep gun. Dus dat soort dingen doen ze heel erg goed. En jouw hoofd ontplofte al meteen toen je hoorde van Saints Row 4. Ja. En vanaf dat moment ben je hier begonnen aan een enorme campagne voor de game. En daardoor is het soms ook even aftasten hoe serieus je echt bent. Ja, ik ben op 100% bloedserieus. Nee, dat is nu gebleken. Dat er geen andere game is waar ik meer naar uitkijk. Kijk, dat zegt heel wat.
vierde deel binnen de Saints Row-serie gaat in augustus komen. Dan weet ik natuurlijk wat jij aan het doen bent. Ik ga een week vrij nemen. Ik ben 23 benieuwd, augustus staan we bij. 23? Volgens mij wel. Ja, ik ben benieuwd of dit goed valt. Want het is natuurlijk wel redelijk anders. Zelfs binnen... ik bedoel, de basis is er, maar met de vernieuwingen is het behoorlijk anders dan Saints Row 3, toch? Ja, ik bedoel, ik werk ook heel erg nog niet eens over de simulatie, het simulatieaspect gehad. Ze hebben nu gewoon complete vrijheid om te doen met de stad wat ze willen. Omdat ze helemaal niet meer in de echte wereld zitten. En ik verwacht gewoon dat het de meest bizarre Saints Row game ooit wordt. En daarom ook gelijk de tofste. We gaan het zien.